De verschillende faculteiten van de Antonicom Universiteit van Suriname, ADECUS, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de olie- en gasindustrie in Suriname. Dit zei Vanity Misijang, student van de faculteit der geowetenschappen, afgelopen vrijdag tijdens een bezoek aan CEOGS bij de boot van ADECUS. Ze meet echter dat studenten daartoe wel de gelegenheid moeten krijgen, want het onderwijsinstituut stoomt goede ingenieurs klaar voor de markt. Nou, natuurlijk denk ik dat jullie kwalitatieve engineers zullen hebben, want we worden wel heel goed getraind. Maar ik denk dat het beter zou zijn als we eigenlijk nu al konden meelopen en als er misschien internships zouden zijn. Er zijn wel, maar niet heel veel studenten zijn hiervan op de hoogte, waardoor er niet echt gebruik wordt gemaakt van de kennis die we bezitten. Maar als we nu al een beetje beginnen mee te lopen, denk ik dat als we daadwerkelijk zijn afgestudeerd, we dan vele malen vlotter zouden zijn. Zoals iedereen weet hebben we op de Antonicom Universiteit de studierichting geowetenschappen. En je hebt daar twee studierichtingen, namelijk hard rock en je hebt soft rock, sedimentary. En daar wordt er meer gefocust op de oil en gas industrie. Dus ik heb toevallig voor die studierichting gekozen. Dus wij gaan sowieso een bijdrage kunnen leveren in die sector. En ik denk natuurlijk ook de andere richtingen, zoals werktuigbouw kunnen zo. Dus ik denk dat wij als FTW-studenten wel heel erg aan onze trekken gaan kunnen komen in deze sector. Misijang had verder aan dat de olie- en gassector niet alleen draait om de boringen. Ze vindt dat studenten van de ADECUS kunnen bijdragen in de spin-off sectoren. De mensen die offshore gaan werken, ze hebben natuurlijk ook voeding nodig. We hebben ook een studierichting AP, agrarische productie. En het is veel beter, in plaats dat we voedsel gaan importeren, kunnen die studenten dat ook dan een wezenlijke bijdrage leveren. Dus ik denk dat men focust echt alleen maar op geowetenschappen en zo, omdat wij meestal die boringen doen en zo, maar alle andere studierichtingen zijn nodig, omdat local content heel erg belangrijk is. En ik denk dat in het contract ook is opgenomen dat een aantal Surinamers een bijdrage moeten leveren. Dus ieder is nodig en we zijn capabel genoeg. We hebben hele goede docenten, studenten die willen werken voor het land, dus het komt sowieso goed. Ik zou zeggen, Staatsolie, hun slogan is zelf vertrouwen in eigen kunnen, dus vertrouw in ons, investeer in ons, want we zijn al hier. We gaan dat werk, ik denk dat we dat werk met veel meer liefde gaan doen dan buitenlanders die je gaat laten halen. En ja, support us, because we really need it. Bied ons die kansen aan en dat zullen we onszelf zeker bewijzen. Misijang benadrukt dat er meer aandacht moet komen voor het kader dat ter beschikking is in het land om de nodige sectoren verder te helpen ontwikkelen.